weet het wel, ik weet het wel. Ik heb ooit gedroomd, dat was wel heel spannend, dat ik op zoek moest naar een draak. Oh. Want ik zou toen met Ruiter Thomas mee een draak gaan slaan. En toen kwam ik bij een draak aan. Maar weet jullie wat ik zag? Nou, ja, dat was wel heel grappig hoor. En dan weet je, ik zag dus een hele grote draak in een roze pyjama. Oh. Ja. In een roze pyjama? Ja, dat was wel heel grappig. Maar ik heb ook wel eens een gekke droom gehad. Ja, ja, ik had ook een hele rare droom. Wat had je? Ja, dat mijn bal werd heel zwaar en heel groot en ik kon hem gewoon niet meer tillen. Oh. Ja, dat was heel gek. Ja, maar ja, dat kwam natuurlijk niet door Klaas Vaak. Nee. Wat was dat, een nachtmerrie? Ja, nee, ja. We hadden echt een zwarte zand. Ja, ik had toen had gedroomd. Ik had gedroomd dat ik opeens wolvenoren had. Dat is toch gek? Wat komt met wolvenoren? Dat zou je maar gebeuren. Ja, dat was heel gek. Kun je je voorstellen in eens wolvenoren? Nee, dat was niet zo heel erg leuk. Maar had je dan ook de neiging om grootmoeder op te gaan eten? Nee, gelukkig niet. Maar dat was wel een beetje gek hoe dat was, hè? Ja. Ja, dat was niet fijn. Ik ben blij dat het uiteindelijk allemaal is goed gekomen. Die stoute heks ook. Ja, dat was Noxana. Ja, Noxana. Noxana die had zwart slaapzand verstrooid over de bedjes. En toen kreeg iedereen ineens nachtmerries. Ja, dat was een beetje een rare droom. Zeg maar, waar is Klaas Vaak eigenlijk? Ja, hebben jullie Klaas Vaak gezien? Hebben jullie Klaas Vaak gezien? Nee? Ja, nee. Nou ja, ik was aan het wachten. Waar is hij dan? Ik kan hij ging naar binnen. Klaas Vaak ging naar binnen. Naar binnen? Oh, hij is denk ik op bezoek bij mevrouw Holle. Oh, ik zie iemand al stiekem een deurtje open doen. Misschien was hij al aan het kijken. Hey, weet je, mijn oma gaat ook heel vaak bij mijn... Ja, en mijn oma gaat ook heel vaak bij mevrouw Holle kaarten. Misschien dat Klaas Vaak ook wel even ging kaarten. Ja, ik wat voor kaarten dan? Speelkaarten. Ja, dat snap ik. Oh, heeft oma wel eens verteld? Oh, dat weet ik niet. Nee. Maar ik weet wel dat grootmoeder had verteld dat vrouw Holle niet echt tegen de verlies kan. Nee. Ik weet niet of je dat goed weet om met vrouw Holle te gaan kaarten. Nee. Want voor je het weet gaat het sneeuw in de zomer. Dat wil je niet hebben, toch? Nee, dat wil niet hebben. Het is net zo lekker weer. Ja, precies. Oh, het is net zo lekker warm. Ja. Hebben jullie ook al gezwommen? Deze zomer, ja? En in het zwembad, of hebben jullie ook al in zee gezwommen? Alleen in het zwembad. Een heel groot zwembad? En heel diep. En diep. En kan je ook zwemmen? Ik kan jij kan erin staan. En kan je dan ook zwemmen? Heb jij al een diploma? Ik heb een diploma. Echt? Welke? Oh, ja, en jij dat kan wel eens, hè? Dan kan je eindelijk zelf achter de bal aan, Adora. Ja, nou, die hou ik niet voor boven water. Ja, dat snap ik. Ga je hem niet een keer in de vijver gooien? Ik ga misschien wel vanavond de watershow openen. Oh. Ja. En gaat dan het water, gaat het dan dansen? Ja, dan gaat heel hard dansen en heel hoog met allemaal licht en zo. Ja, komen jullie kijken? Ja, hoe gezellig, komen jullie ook kijken? Nou, het is wel laat dan, hè? Ja, het is eigenlijk al kinderbedtijd geweest dan met jullie. Maar jij zo laat opleken, Roodkapje? Nou, mijn oma had gezegd dat ik het aan jou moest vragen. Aan mij? Ja, aan jou. Voor ons het is natuurlijk wel feest vanavond, hè? Ja, dat is waar. Mag ik? Alsjeblieft. Even nadenken hoor. Alsjeblieft. Nou ja, misschien voor deze ene keer dan. Ja, gezellig. Yay. Nou, omdat ik anders zo alleen ben. Dat zeker. Dan moet je niet over de vijver heen vliegen. Nee, want dan gaat de vijver weer slapen. Dat is niet het probleem. Nee. Je wordt nat. Dat kan ook. Geen natte veren. Hou je niet van water? Nou ja, met natte veren is het moeilijk vliegen, hè? Ja. Nou moet ik zeggen dat ik door elke weersomstandigheid goed kan vliegen, hoor. Echt?